Rotania. Rien. Wie? Rotania. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. Modi. What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem, natuurlijk jullie gamecommentator. Voilà, op deze zaterdag gaan we afscheid nemen van Mari van Zevenhond. Ja, hij is niet dood of zo, mannen. Nee. Het is geen begrafenis, maar wel de allerlaatste aflevering dus van deze Pro Cyclist mode op PCM 21. Dit is hoe we uit de Tour de France gekomen zijn. Nee, niet met die gele trein, want laat je niet beïnvloeden door de achtergrond. Maar ik heb die nog even laten staan van de Tour de France. Maar wel met veel vermoeidheid. Dus we gaan de Ronde van Polen toch niet rijden. Want anders gaan we ons echt fysisch gewoon kapot knallen. En ik wil natuurlijk nog in het najaar een paar belangrijke doelen aanvinken met het EK. Het WK in Lombardia is er ook zo eentje van. En deze San Sebastian de Donostia. Ja, kunnen we hem nog eens winnen? We zijn titelverdediger, maar we gaan wel voorbij. Roglic, Vingegaard, Higuita, Yates, Benoot, Van der Poel, Madouas, Hamilton, Bardet. En nog heel wat andere mannen moeten komen. En onze dagvorm is oké. Okay, plus 2 voor de Belgische kampioen. Jawel, de nummer 10 van de afgelopen Tour de France. Niet in real life, mannen. Nee, nee. Maar in mijn Pro Cyclist Safe Game. En we werden daar ook de winnaar. Dus van de bolletjestrijd. En we pakten ook nog eens een ritzegen. Dus we hebben het goed gedaan in Frankrijk. En dan gaan we naar de Alto de Mendizorrotz. Jawel, jawel. De voorlaatste beklimming van San Sebastian. En hopelijk kunnen we dus straks onze titel gaan verlengen. Seppe met de persvraag. Als Lotto niet degradeert naar de Conti Pro Tour, is dat dan te danken aan de sterke prestaties van Arnaud Delis? Ja, grotendeels wel, hè. Absoluut, ja. Het zal grotendeels door Delis komen. Hij heeft al een bom punten gepakt, zeker als neoprof. En de aanval van Vingegaard nu. Vingegaard trekt door. Het is Martinez van Ineos die volgt. Van der Poel krijgt die dicht. Ook Roglic niet, oké. Okay. Dan moeten wij komen. Ah, ik hoop niet dat het te laat is. Kom aan, Mauri. En laat de aanval nog. Oei, oei, oei. Te lang gewacht, vrees ik. Acrobatische afdaling. Dit is wel lekker. Kom op. Naar Vingegaard en Martinez. En achter ons lijken ze toch niet meteen terug te komen. Maar we moeten natuurlijk ook nog wat rood proberen houden voor de sprint zometeen. Voilà, de acrobatische afdaling. Het is met risico's. Het is met risico's in de regen. Naar het wiel van Martinez. Ja, we zijn erbij. We zijn erbij. Kom aan, Vingegaard. Blijf het doorknallen. En Martinez niet gaat laten vallen, vriend. Nee, nee, oké. Oké, we zijn met z'n drieën weg. 24 seconden ongeveer. 25 tellen. Het gaat nu wat naar beneden. Ah, Kemna komt eraan. En Vingegaard lanceert de sprint. Oké, of een aanval was het eigenlijk eerder. En nu moet Martinez komen. En geraken wij nog uit het wiel van Daniel. Kom aan, Van Zevenhand. Marie of Martinez. Het is Van Zevenhand, jawel. Daar is hij, Donostia, numero dos, jawel, 2-2. Mari van Zevenhand is alweer de held in de Donostia, San Sebastian. Ja, oké, lekker, lekker, hoppa. Mooi meegenomen. De vormpiek toch nog een beetje kunnen benutten. Ja, ook al hebben we hem echt wel benut om die bolletrein binnen te slepen in de Tour. Maar toch nog een eendagszegen er ook bij. En ja, dan gaan we stilaan terug uit de vormpiek gaan, want dan valt er een best groot gat. Naar de volgende wedstrijden. En de eerste in de rij zal straks de Bing Bang Tour gaan worden. Ja, ja, ja. En het is ook gebeurd. Jawel, jawel. We hebben het maximum level bereikt in deze Pro Cyclist mode. De evaluatie van San Sebastian is voldoende. Voilà. Level 37. Ja, congratulations. Ja, dankjewel, dankjewel. Gaan we voor een lange termijn gaan? Nee, want het is de laatste aflevering. Dus we gaan nog eens een directe statverhoging toepassen. En dan moeten we toch eens gaan kijken naar welke capaciteit, kwaliteit of specialisatie we gaan. En ik denk misschien toch eerder om nu naar puncher te gaan. Want het EK en het WK zijn heuvelbergachtig, allebei. Ja, geen idee of we er naartoe mogen. Dat gaan we nog moeten afwachten. En ja, in Lombardia ligt daar ook nog. Hè. Dat monument zou ik toch ook nog graag willen winnen. Want vorig jaar waren we tweede. Dus we gaan het puncher gedeelte, de Hillstedt, upgraden. En we gaan nu naar 72 hard rijden, 78 klimstedt, 80 heuvel, 72 tijdrijden, 73 proloog, kassei 62, sprint 66, acceleratie 73, afdalen 71, baroudeur, hard rijden, ja wat is het ook, 74, stamina, resistance en recuperatie,
Was het 74, 76, 72? Ja, dat is in ieder geval zoiets. Degelijke eindstats. Laat het ons zo stellen. En voilà. San Sebastian voor het tweede jaar op rij gewonnen. Hè. Dat was nog eens aantonen dat we hem vorig jaar ook wisten te winnen. Oké. We kunnen naar het najaar gaan. We kunnen even een rustpauze inlassen. Want dat is vooral gebeurd tussen San Sebastian en deze Bing Bang Tour. En de eerste etappe, gesimuleerd, is gewonnen door niemand minder dan Arnaud Démare. Jawel, jawel, de snelle man van Groupama FDJ. Wij met een heel verre ereplaats, ja, zeer zeker. In Lelystad gaan we tijdrijden in Nederland. 11 kilometer, Bissiger, Lampaard en Leknesund waren daar de topfavorieten. Kampenaerts, ja, Kwiatkowski, Van Baarle, Vingegaard, Dowsett, waarom niet? Maar de simulatie brengt uiteindelijk dagwinnaar. Wordt het Lampi? Het is Kampi. Ja, oké, voilà. Victor Kampenaerts van Team Quebeca. Hij heeft de tijdrit gewonnen in deze Bing Bang Tour. De Benelux Tour, ja, hoe je hem ook wil noemen. En wij uiteindelijk 29 seconden verloren. Ja, de simulatie, degelijk. 29 seconden valt goed mee. Etappe 3, ja, is allemaal niet echt ons ding natuurlijk. Dus door deze etappes ben ik heel snel gegaan. Wat simulaties er ook in geknald. En de vraag is vooral, kan Démare een 2-op-2 boeken in de massasprints? Want in rit 1 was hij al de snelste, de beste. En wat doet rit 3 tussen Essen en Hogerijden? En jawel, jawel, jawel. Hij klopt de Nederlanders van Poppel en Bol. En het is wel degelijk Arnoke die alweer de rit pakt. En waar komen wij uit? Ja, altijd een beetje kijken voor dat tijdsverlies. Want simuleren is altijd gevaarlijk op PCM. Dat is ook gewoon een zekerheid. En ja, weer een heel verre ereplaats. Ja, oké. Gelukkig dat daar geen tijdskloven vallen. Etappe 4. Alter naar Ardooien. Ja, wederom. Vlak. Heel vlak zelfs. Simulatie. En Démare. Oh, kijk eens aan. 3-op-3. Oké. En Milan Mente op plek 2. Van Bingo Paulshausen. Ja, oké. Leuke ploeg, precies. Ja, zullen we met hem ook in de toekomst gaan presteren? Dat is de vraag, want als je de poll nog niet hebt beantwoord of niet hebt gestemd, ga het zeker nog gaan doen op mijn communitypagina op YouTube. Want morgen, eigenlijk zondagavond, is de deadline. Dan ga ik de poll zogezegd sluiten en dan is het gewoon duidelijk wie dan de meeste stemmen heeft, krijgt het. Al moeten we toch stellen dat bij de poll van de pro-cyclist het heel spannend is tussen Bas Tietema en Arno de Lee. Dus voor degenen die daar misschien toch nog een verschil willen gaan maken, ga zeker gaan stemmen. En ja, zoals het er nu naar uitziet, moet ik misschien toch iets creatief gaan doen, denk ik. Maar oké, Claudia met nog een persvraag. Zou de Lee naar een grote ronde mogen gaan en zou hij tegen de echte massasprinters kunnen winnen? Van de Tour zou ik nu hem niet daar sturen. Nee, ik denk dat het daar nog te vroeg voor is. Maar naar La Vuelta zou ik hem sowieso sturen, absoluut. Daar is het sprintgeweld ook niet de wereldtop. Dus ja, waarom niet? Waarom niet? Ik zou hem sowieso meepakken. Moest ik Lotto zijn, ik zou ervoor gaan. En voilà, we gaan hier nog een aanval krijgen. En het is Trentin die doortrekt. Jawel, Matteo. En de reactie van nummer 1 hier, Mathieu van der Poel. Jawel, Mathieu gaat het gat moeten gaan dichten. En we hadden eigenlijk gehoopt om hier wat afscheiding te krijgen. Dat is er ook gekomen, maar oké, 27 man. Het is nog best veel. En ik vrees dat Démare hier waarschijnlijk ook nog mee zit. Ik zie in ieder geval toch nog het icoontje van de leiderstrijd. En nu moeten wij komen uit het wiel van Stennert. Oh, het loopt op, het loopt op. Ah, we vallen stil. En daar is Démare. Ja, oké. Daar is Arno. Oké, bam. Hij zegt nummer 4. Hij zegt nummer 4 in deze Bing Bang Tour. Oké. Dat is stevig, mannen. Dat is stevig. 5 etappes ver, 4 ritten gepakt. Iedere keer bonus. Ja. Gaan we Démare nog uit die leiderstrijd krijgen? Dat wordt ook nog een moeilijke. We hebben nog een heuvelachtige rit in de Ardennen. En dan hebben we nog die rit over de Kassei. Ja, in de buurt van Gerardsbergen. Maar het is al veel, hè. Een minuut. Een minuut moeten we al goed maken op Arnoke. Ja, oké. Stevig. Heel stevig. En deze etappe is zeker ook stevig en wij maken ze bijzonder stevig, ja. We gaan het volledig proberen uitbuiten hier. We hebben goede knechten mee. En we gaan Démare proberen afmatten. Heeft een min 1 dagvorm, dus dat is ook, zeker ook een meevaller. Plus 3 bij Capio, plus 2 bij Van Zevenand, plus 1 bij Aimé de Gent. Van den Berg met een min 2 wel, Lampaard min 1, maar die kunnen we ook nog gebruiken. En nog een persvraag hier van Kobe.
naar waar zie je Lampaard gaan als hij Quickstep moet verlaten? Goh, ik zou het niet weten, man. Alpes zien of zo? Bora? En Tyler met nog een persvraag. Kooi versus Lee, wie wint het? Goh, dat is ook een moeilijke, hoor. Veel denken waarschijnlijk de Lee. Ja, maar ik denk dat het toch een close sprint is tussen die twee, hoor. Ik vind het ook een beetje dezelfde type sprinters. Op de macht, ja. Ik zou het toch niet zomaar durven zeggen dat de Lee hem wint. Kooi is zeker ook niet traag, hoor, mannen. Dus, maar als ik toch één van de twee moet zeggen... Ja, ik zou een joker willen inzetten, maar oké, ik ga het niet doen. Maar als je echt moet kiezen, dan zou ik toch ook een heel miniem licht voordeel aan de Lee geven, ja. En volgend jaar is het verschil misschien al groter, hè, als de Lee nog progressie blijft maken. En wij gaan hier aanvallen. Wij gaan aanvallen in Ovalize. En de reactie van Hirschi. Nou, Hirschi is goed, man. Hirschi is goed in deze Bing Bang Tour. Dat is ook duidelijk. En kunnen we hem nu nog verschalken? Want Demar, die zijn we het heel lastig aan het maken. Die is eigenlijk al weggeknald. Onze teamtactiek heeft geholpen. Maar we moeten ook nog met Hirschi natuurlijk afrekenen. Want die staat ook nog goed in dat klassement. Net als Van der Poel. En ze komen terug. Ai, ai, ai. Onze aanval is niet gelukt. Nee, we kunnen hem niet afronden. Maar nog wat bochten hier ook. In de sprint maken we geen schijn van kans. Het is MVDP die hem pakt. Hoppa. Voor Hirschi. Robert Stennert naar plek 3. Jawel. Jonas Vingegaard op 4. Dan Marie van Zevenand. Pitcock is een mooie zesde. En ja, Amaury Capio. Ja, chapeau hoor. Chapeau voor Capio. Oh, het kwam dan ook brak uit ook. Maar oké, zwart, maakt niet uit. Hirschi is de nieuwe leider, dat is duidelijk. Ja, excuses Arno Demar. We hebben hem in de vernieling gereden vandaag met de volledige ploeg. Maar het is jammer dat we het niet hebben kunnen afmaken. Ja, dat is echt een zure. Al dat werk, uiteindelijk een beetje voor niks. We schuiven wel op in het klassement. Ja, 9 seconden. Het is niet veel. Maar anderzijds, er zijn kasseien in de laatste rit. En ja, dat is toch niet het ding van Mauri. Dus we moeten daar toch eens gaan kijken of we het misschien niet voor Capio moeten gaan uitzoeken. In ieder geval, Van der Poel gaat het niet worden. Pitcock ook niet. En De Maar op 2.30. Ja, die heeft kletsen gekregen. Slaag gekregen, man. Ja, we hebben die echt volledig brak gereden. Maar oké, ja, dat is het spel. En het was niet echt een persoonlijke afrekening naar De Maar toe. Maar ja, het moest gebeuren. Want anders in deze rit had het ook niet geweest, denk ik, dat we De Maar hadden afgereden. En Van der Poel, Pitcock, Van Baarle, dat zijn de topfavorieten. Trentin, Naassen, Hirschi, Vermeers, Van Avermaat, Lampaard. Dat zijn zowat de outsiders. Ja, geen Van Zevenand, logisch. Maar tot nu toe hebben we het goed overleefd. Ja, we hebben die muur al een paar keer gedaan. Deze Denderoordstraat hebben we ook al wat gedaan. Dus we hebben het overleefd en we gaan zelfs aanvallen. We gaan zelfs aanvallen, mannen. Hoppa. Voilà, de aanval erin. Ja, Hirschi volgt als een shadow. En toch nog even doortrekken, ja. Tempo even laten lossen, dan terug aanvallen. Dat is ook wel een tactiek die altijd werkt op PCM. Op alle PCM's heeft het al gewerkt dit. Maar nu, we gaan volledig aan blok. Airo erin, Jelke erin. Voilà, 99 eigen tempo. We hebben geen sprint meer straks. Want we gaan nog een heel klein stukje van de kapelmuur doen. Hè? Het begin van de veste. En ik vrees dat dat dodelijk gaat zijn. Ik vrees dat we dat niet gaan trekken. 20 seconden. En als we beginnen te sprinten, ja, op dit stukje gaan we eraan. Hè. Op dit stukje gaan we eraan. Voilà, daar komen ze uit de auto. En het is Mathieu die hem weer pakt. Jawel, jawel. 2-2, Van der Poel. Het is eigenlijk gewoon een Arno Demar Mathieu Van der Poel show geweest hier in de Bing Bang Tour. Maar hij pakt wel niet de eindzege, vrees ik. Want Hirschi, ja, hij is goed. Hirschi is goed. Ja. Als hij naar het TK gaat, toch oppassen voor Markske uit Zwitserland. Want het EK is ook in Zwitserland, in Martigny. En gaan wij mee mogen? Die vraag gaan we zo meteen beantwoord zien. Mogen we naar het WK? Want vorig jaar mochten we niet naar het WK van de bondscoach. In dit geval ja, Sven van Toerenhout zeker. Want we zijn niet zelf bondscoach. In carrièrevorm ben je dat wel. En Mark Hirschi pakt dus de eindzege. Voilà, je ziet het daar rechts. De groene trui. Dat is de leiderstrui in deze Bing Bang Tour. En ja, oké. Okay. Redelijk wat tijdskloven nog. En wij springen wel naar plek 2. Ah, het is een mooie ereplaats. Dat wel.
21 seconden achter Hirschi. Van Baarle is derde. Dan Capioja heeft het goed gedaan. Amaury. En ja, we zijn gaan aanvallen in de finale. Hè. Ik had hem misschien ook kunnen opofferen om de sprint misschien aan te trekken voor Capio. En ja, misschien zat er dan nog iets in. Al denk ik dat er tegen Mathieu niet veel te beginnen was in die sprint daar op de Veste. Op de muur van Gerardsberg, op de Kapelmuur. Voilà, de Binkbank Tour hebben we dus gehad. De evaluatie erin, maar eigenlijk maakt die niet meer uit. Want we zitten aan het max level. En dan gaan we naar het Europees kampioenschap. Want jawel, we mogen meedoen. En we mogen zelfs de dubbel meedoen. Dankjewel, Sven. dank je. Martigny, daar is het Europees kampioenschap op een zwaar parcours. Bergachtig parcours zelfs. En ja, het wereldkampioenschap is natuurlijk in Australië. In Wollongong. En ja, hopelijk kunnen we in Wollongong misschien ja, toch ook iets verwezenlijken. Benoot Lampaert, Oliver Naassen, Jasper Stuyven, dat zijn al de beginmannen van de Belgische selectie. Dylan Teuns is er ook bij. Natuurlijk onze Marie van Zevenhand. Ja, we hebben een goede fitness. Helaas geen vormpiek. Loïc Vliegen en Tim Welles. Voilà. Dat zijn de vertegenwoordigers van België op dit Europees kampioenschap. En ja, er doen kleppers mee. Dat was al duidelijk. Roglic zagen we al meteen naar voren komen. Trentin, Colbrelli zijn erbij. Poels, Riesebeek, Dumoulin, Asgreen, Pedersen, Vingegaard. Ja, Denemarken heeft een sterk blok. Zeker met Jonas. Yates, Carty, Pidcock. Kan ook tellen. De mannen uit UK. Ja, Frankrijk. Alaphilippe zal wel meedoen, denk ik. Die wordt er heel vaak niet bijgezet bij die top 3 renners bij het land. Ja. Hirschi is erbij. Ja, oké. Mark Hirschi, opletten. Vlasov zeker ook voor opletten. En ja, Roglic, als hij een superdag heeft, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het vooral heel moeilijk, vrees ik. Voilà, Roglic is ook de topfavoriet samen met Jonas Vingegaard en Adam Yates. Dan hebben we Vlasov, Julien Alaphilippe is erbij met Mark Hirschi, 2 sterren. Ja, we krijgen een ster. We krijgen een ster van PCM, oké, leuk. Landa, Bardet en Guillaume Martin krijgen dat ook. Ja, de Fransen hebben ook wel een stevig blokje bij. Oeh. Maar oké, Kemna Vlasov nog in het TK-magazine. Voilà, dagvorm. Die is belangrijk. Geen vormpiek. Ah, toch een plus 1. Toch een plus 1. Oké. We krijgen ook mannen ter beschikking. Dat is ook lekker. Hè? Dat is echt wel in dit soort wedstrijden een godsgeschenk. We hebben Vliegen, Welles en Oliver Naassen ter beschikking. Ja, Naassen mag ons uit de wind zetten, want die kan straks op die beklimmingen toch niet meer wedijveren. Alhoewel, heeft wel een plus 3 dag voor me. Gaat toch ergens in de 70 klimstedt uitkomen. En wat zijn de dagvormen? Adam Yates, plus 3. Nou, ja, oké. Roglic. Ah, min. Dat is lekker. Ja, excuses, Primoz. Vlasov, plus 1. De Russen. Ja, ze mogen meedoen hier. Landa staat op min. Vingegaard ook min. Ja, oké. Concurrentie is niet super. Ah, Alaphilippe wel plus 2. Ja, dat is minder. En we kunnen hem niet besturen in de finale. Hè? Het is niet, ja, omdat het eentje is van Quickstep. We kunnen helaas alleen maar de Belgen besturen. En deze mannen zijn er ondertussen al op uitgetrokken. Met onder meer Riesebeek, de Nederlander. Dens is hier ook mee uitgetrokken voor Duitsland. Das Deutscher Dens. En we gaan nog een persvraag erin knallen. Voilà. Het is er eentje van Freek. Kan Remco de Ronde van Zwitserland winnen dit jaar? Ja, het antwoord is ondertussen denk ik wel duidelijk. Hè? Nee, het zit er niet in. Dat een paar mindere dagen in Zwitserland. Ja, oké. En Linus, wie wint het BK tijdrijden en het BK op de weg? En ondertussen zijn ze hier wel aan het aanvallen in deze voorlaatste ronde. Hè? Ja, BK tijdrijden. Ik zou Lampaert durven tippen. Ja, bij afwezigheid van Wout natuurlijk en op de weg. Ja, Philipsen denk ik. Belgisch kampioen op de weg. Of De Lee, stel je voor. Arno. Dat zou ook wel heerlijk zijn. Van Aert kan natuurlijk ook. Als hij hem rijdt, ja, de wegrit, dacht ik wel. Hè. Tijdrit sowieso niet. Maar ik dacht dat hij het BK-weg wel sowieso ging doen. Ja, een van die drie zeker. Het zal sowieso wel een sprint zijn. Hè. Of het nu een selectieve groep gaat zijn of niet, zal ook een beetje van de wind afhangen. En wij ondertussen met Welles, Van Zevenhand en Benoot nog in de groep der favorieten. De mannen die daar net aan het aanvallen waren zijn ondertussen al gegrepen. En we gaan naar de laatste beklimming. In Martigny en de aanval van Kelderman. Ja, Kelderman gaat er vandoor. De reactie van Bardet. Hirschi wil ook mee. Ja, oppassen van Hirschi, mannen. Hij is goed.
Hij is goed, ik heb het al door. In de binkbank was het ook heel duidelijk. En die Mietz wil ook mee. Alaphilippe schuift in. Daar gaat Julien. Daar gaat Loulou met de aanval. En de reactie van Italië. Maar dat is toch breken daar. Ja, dat is echt wel breken bij Italië. Parcheggio. En nu Amari. Nu is het Amari. Ja, we moeten er naartoe. Afwachten is te gevaarlijk, denk ik, momenteel. En voilà, dit gaat redelijk vlot. Ja, het gaat vlot. Voilà. De Belgen zijn allemaal weg. Buiten Van Sevenant. Kelderman zit hier nog. En het is Julien die alweer de dans leidt. En we zagen ook al in de Tour de France in die laatste week vooral dat Alaphilippe goed is. Maar het is wel een hele tijd geleden. Zit waarschijnlijk ook nu in zijn volgende vormpiek. En Kelderman breekt. Oeh, Kelderman. Kelderman parkeert hier op het einde van deze beklimming. En het zijn de mannen van Quickstep. Kijk eens aan. Alweer Alaphilippe en Van Sevenant samen op pad. Ja, in de Tour hebben we het dus ook een paar keer gehad. De laatste 5 kilometer. Oh, zo jammer dat ik Julien niet kan besturen nu. Ja, ik zou sowieso Mari laten winnen. Maar oké, we moeten het klaarspelen. Wij hebben geen supersprint. 66 stat. Plus 1. 67. Ja, voilà. En Julien is niet traag. Zeker en vast niet traag. Ja, goh. Hoe ga ik dit klaarspelen? Straks proberen op 99 eigen tempo er nog even voor te knallen. En dan vol in te zetten. Voilà, hier ga ik. Het is vroeg, maar oké, we gaan het proberen. Alaphilippe, oh die loopt leeg. Alaphilippe loopt leeg. We moeten erover komen. Mari gaat het pakken. Oh, we zijn Europees kampioen. Oh, heerlijk dit man. Bam, we kloppen Julien in de sprint. Oh, deze had ik niet zien aankomen. Oh, lekker, lekker man. Lekker. Oh, heerlijke trui is het ook gewoon. Die Europese kampioenentrui. Jammer dat we hem niet meer veel in actie gaan zien. Die trui. En als ze wereldkampioen worden, al zeker niet. Maar oké, dat wordt nog afwachten. 8 seconden was het uiteindelijk nog het verschil met Alaphilippe. Die volledig stil viel. Ja, chasse patat in de sprint. Hoppa. Lekker man. We pakken hem. Europees kampioen Mari Van Sevenant. Voilà, de achtergrond even snel aangepast. Ja, het is niet volledig alla de regels van Photoshop gedaan. Hier en daar zie je nog een paar mankementen. Maar oké, het moest snel gebeuren. En ik had ook zoiets van, we gaan hem niet meer zo lang gebruiken, die background. Dus even snel iets in elkaar knutselen en klaar. En ondertussen hebben we ook al 3 biedingen gehad. Maar oké, Ineos en Trek zijn al verlopen. En ja, de koning had ik al geweigerd, want dat was het allereerste bod. Ik hoop eigenlijk dat Bora of Alpecin nog langskomen. En voilà, we gaan onze fitnesspeak een laatste keer triggeren in deze pro-cyclist mode. En dat is allemaal met het oog op dit. Het wereldkampioenschap in Australië met Benoot, De Plus, Lievens. We hebben ook Van Aert, Van Gils, Van Hoeken, Van Sevenant en Welles. Jawel, de mannen met Van ervoor zijn rijk vertegenwoordigd bij Team Belgium. En Ganna is aanwezig, jawel. Met Kovi, met Masnada, Kruiswijk, Poels, Dumoulin, de mannen bij Nederland. Mas, Soler, De La Cruz. Lutsenko is erbij. Frankrijk met Bardet, Madoua, Barguil. Maar ik vermoed dat Alaphilippe er ook wederom bij is. Vlasov, Asgreen. Ja, Vingegaard. Ja, Asgreen misschien wel een mini-kans. Colombia, Bernal Lopez, Martinez. Ja, Hirschi was wederom goed ook op het EK. Dus hem zeker niet afschrijven. De mannen of de UK met de gebroeders Yates en Carty. Maar het is vooral dat laatste stuk. Hè. Er gaat gesprint worden, denk ik. Sowieso. Selectieve groep. Waarschijnlijk. Ja, Mohoric ook een kans hebben. Roglic zeker en vast ook. En het thuisland Australië met Hamilton, Dennis en Hidley. En dan hebben we nog Oostenrijk en Oekraïne. Maar Van Aert is de topfavoriet naast Asgreen en Pidcock. Ja, oké, okay, ja. Het zijn geen trage mannen, hè. Ja, kan ik ergens wel volgen. Krach Andersen, Aramburu, Kort Nielsen, 2 sterren, Moscon, Schelling. Oké, okay, Ide staat ertussen. Hirschi was er ook nog bij, jawel. En Vos en Yates in het WK-magazine. Ja, het Road World Championship. Wat kan het brengen? Wat kan het brengen, mannen? Oef. De eerste keer dat we in deze pro-cyclist mode met Mauri dus aan het WK mogen deelnemen. Ah, min 1. Allee, man. Deze meende niet. What the fuck? Min 1. Allee. Ah, dan trigger je die vormpiek om toch nog echt een dikke dagvorm te hebben. Of dat hoop je toch en krijg je fucking min 1. Ah, PCM. Why? Ah, dat is je gewoon kloten, man. Dat is echt je gewoon kloten. Pesterijen op dit spel.
Online pesterijen. Ja, zelfs een singleplayer gebeurt het. Voilà. In ieder geval, deze knik moeten we straks ook nog een keer over. De voorlaatste beklimming. Krijgen we vuurwerk of blijft het dit? Lam. Stil. Het is Vingegaard, denk ik, die gaat doortrekken. Jawel. Jonas met wat een tempoversnelling. Plus 3 dagvorm. Ja, kan zeker en vast helpen. En nog een persvraag hier op deze knik. R6. Moet Neoprof de Lee naar La Vuelta of de Vuelta? Ja, absoluut. Hij moet er naartoe. We moeten misschien een petitie opstarten. Ik weet niet of ze hem er al hebben opgezet. Waarschijnlijk niet, want ze gaan hem willen sparen en zo. Ik snap dat ergens ook wel. Je moet hem natuurlijk in zijn Neoprofjaar niet gaan opbranden. Maar laat hem 10 ritten rijden in La Vuelta en laat hem dan opgeven desnoods. Joen doet dat toch ook in de grote rondes. In ieder geval de aanval. Aanval in Wollongong van deze man. Kom aan. Kom aan, Mauri. Airo zit erin. Ja, dit zijn gedubbelde mannen. Dus geen paniek. 13 seconden. Het peloton wordt nu wel volledig opengereten naar nog een groepje van 40 man. 27 zelfs nu. 2 in de achtervolging. Het is nog even. Hè. Het is nog 10 kilometer. Ah, damn. Dat is ver. Dat is ver. We hebben hier nog een klein stukje afdaling, maar niet al te veel. Voilà, nog even de acrobatische afdaling. Waarom niet alles gebruiken wat we nu kunnen gebruiken? De aero, die zit erin. Tjelke gaat er nu ook in. En daar is het gat. 22 seconden. Ah, het is iets. Kom aan, Mari. Kom aan. 85 eigen tempo. Dat is om die rode balk nog niet volledig te laten leeglopen. We gaan naar een halve minuut. Oh, oh, oh. Legt Team Belgium daar alles lam. Van Aert zit er nog bij natuurlijk. Dat is wel een goede man om te gebruiken als hangijzer. En de concurrentie zal dat ook wel weten. Of is PCM niet zo realistisch? Ja, toch ergens wel, hè. We gaan even wat verhogen naar 88. We komen stilaan in de boarding. De laatste kilometer komt eraan. We gaan naar 90. Ah, de gele balk is leeg. De gele balk is leeg. Ah, fuck. Nee. Nee, dit gaat hem niet worden. Als de gele balk leeg gaat, dan ben je screwed. Ben je fucked. Dan is het over. Ze komen erover. Voilà. Hier komen ze. Van Aert. Van Aert gaat het doen tegen Hirschi. Van Aert tegen Hirschi. Oh, Hirschi plus 5. Plus 5 Hirschi. Nee. Van Aert komt er niet meer over. Oh. Oh, dit is een zure wat. Dit is een zure plek 2. Onrealistisch is het niet. Ja, op grote kampioenschappen. Is dit niet onrealistisch? Thumbs up voor Pro Cycling Manager. Van Aert tweede. Maar Mark Hirschi is de nieuwe wereldkampioen. Ja, wow. Aramburu op 3. Higuita op 4. Dankovi, Pitcock, Kwiatkowski. Ide Schelling, ja, was wel op de afspraak. PCM had het ergens wel bij het rechte eind om hem bij de topfavoriet of de outsiders te zetten. Krach Andersen op 9. Vingegaard op 10. En wij uiteindelijk 15e. Wel de beste wolf, ja, oké. Voor Julien Asgreen en Kemna. Maar we hebben het geprobeerd, ja. We moesten aanvallen. Wachten of teren op die sprint, dat had niets eraan veranderd. Dat had het niet beter gemaakt, het resultaat. En dan gaan we nog naar Il Lombardia. De laatste wedstrijd van deze Pro Cyclist mode. Schachman, Hirschi en Gaudu. Ja, vooral Hirschi, ja, de wereldkampioen. Hier zag je hem al even in beeld. En hier is de Europese kampioen. Ja, dat is ook wel lekker, hè. Oh, ik vind het een schitterende trui eigenlijk, die Europese kampioenentrui. Ik heb hem zelf ook thuis liggen, ja. Ik heb hem gekocht toen dat Remco Europees kampioen tijdrijder was geworden. Van, ja, de Koning Quickstep. Oké. Okay. Maar ja, ik vind het echt gewoon een heel mooie trui. Echt waar. Schitterende trui, die Europese kampioenentrui. De designer daarvan heeft zijn werk echt heel goed gedaan. En ja, de wereldkampioenentrui is ook wel lekker natuurlijk. En hier gaan we toch even aanvallen. Hier gaan we toch even de benen testen. En voilà, daar is de wereldkampioen. Daar is Hirschi, plus 3 dagvorm. Wij ook natuurlijk, ja. Eindelijk eens een goede dagvorm. Ik had hem liever gehad op het WK, want dan had het misschien wel gekunnen. Maar we komen hier wel met z'n tweeën boven. Alhoewel, 20 man komt eraan. Het likt me ook Martinez, de man van Ineos. En dan gaan we naar de finale, naar de Bergamo Alta. Jawel, voilà. De Bergamo Alta. En we gaan er hier op knallen. Het zijn kasseien, dat is niet helemaal ons ding. Maar oké, hier zijn ze gedaan en nu moeten we gaan. Nu moeten we toch een beetje versnellen. Voilà, de aanval.
wat stil laten vallen, terug aanvallen. Maar hier zie je. Maar damn, waarom is hij zo goed, man? Als het tijdelijk is een vormpieker. Roglic, Godu, Ciccone. Dat zijn de mannen die de Europese kampioen van Zevenhand vergezellen. Ja, pak over, Hirschi. Je hebt de goede vorm. Doe het, man. Maar hij heeft sowieso een betere sprintstat. Ah, damn. Hoe gaan we dit flikken? 68 sprintstat. Ook Roglic heeft een goede sprint natuurlijk. Godu, Ciccone minder. Ja, we gaan op deze manier wederom wat proberen te verrassen. Zoals op het EK. Maar lukt het vandaag ook? Lukt het vandaag ook? Hirschi komt nog. Kom aan, Marie. Kom aan. Oh, we vallen stil. Hirschi heeft nog rode balk. Ja, fuck. Hirschi pakt hem. Hirschi wint in Lombardia. En we gaan voor het tweede jaar op rij tweede worden. Oh. Oh nee, man. Dit is zo ondankbaar. Dit is echt wel bijzonder ondankbaar. 2 jaar op rij tweede in Il Lombardia. Geen derde monument in deze Pro Cyclist mode. We hebben Luik al gewonnen. Milan Sanremo hadden we in jaar of seizoen 1 al gepakt. En ja, dit jaar ja, nipt geklopt door MVDP daar. Dat was echt wel een zure. Maar het blijft de seizoen 2. Dus bij 1 monument. Ah, jammer, jammer, jammer. Ah, Jutok, Hirschi was echt goed in het najaar. Damn, die zat bijzonder goed op het juiste moment in zijn vormpiek. Voilà, 2 monumenten hebben we dus gewonnen in deze Pro Cyclist mode. 4 klassiekers in totaal. En we pakten uiteindelijk over 2 seizoenen 32 overwinningen. We wonnen de bollen in de Tour. We pakten de Giro eindzegen. We pakten de bollen in La Vuelta en de Groene Trui. We werden Europees kampioen. En we werden 2 keer Belgisch kampioen op de weg, jawel. En dit is uiteindelijk de carrière geworden in 2021. Derde in La Vuelta, dat was ook al mooi. 3 ritzegens gepakt, ook lekker. Ja, Milan Sanremo, ik zei het al. Ja, tweede in Lombardia, zuur. Dit jaar opnieuw, toen ook tweede in Parijs-Nice. Ook tweede in Catalonië, ja. We hadden ook de Tour daaronder wel al gewonnen. We wonnen San Sebastian, Belgisch kampioenschap. De Ronde van de Algarve. De Ronde van Wallonië en ook tweede in de Saudi Tour. Ja, best wel wat tweede plekken ook gerealiseerd in deze Pro Cyclist mode. 10e in de Tour, winst in de Giro. Oh, we hebben inderdaad etappe 14 hebben allebei gewonnen in die grote rondes. Oké, okay. Ja, toeval. Europees kampioen, Luik Bastenaken-Luik natuurlijk. Tweede Milan Sanremo, Parijs-Nice gewonnen. Tweede in de Ronde van Romandie, derde in Zwitserland, tweede in de Bingbank, tweede in de Strade, tweede in de Waalse Pijl. Ja, oké. Okay. Wel de UAE Tour gewonnen. En we werden inderdaad wederom Belgisch kampioen op de weg. Ja, oké, okay, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. We gaan helaas geen aanbiedingen meer krijgen, zo lijkt het. Dus we zullen moeten bijtekenen bij de Koning Quickstep. Maar het maakt toch niet meer uit, want we gaan ermee ophouden. We gaan ermee kappen. En we gaan nog eens kijken naar de seizoensstatistieken. We leiden de World Tour voor Pogacar, Bernal, Van der Poel en Hirschi. Het is wel met een ruime voorsprong, jawel. De Koning Quickstep is de beste ploeg. We hebben een grote ronde gepakt. En Hugh Carty is uiteindelijk de 3e grote rondewinnaar geworden. Voor Jerome Thomas en Lucas Hamilton. Ja, een matig deelnemersveld, denk ik dan. Pogacar won de ronde van Frankrijk. Heel verdiend. En Mauri van Zevenhand was de beste in de Giro. En dan neem ik aan dat Roglic geen enkele grote ronde heeft gereden. Ja, was toch de Achilleshiel van deze PCM 21, hoor. Dit zijn de andere rondes. 2 keer Mauri Almeida zien we ook terugkomen van Quickstep. De wegrit op het WK. 2e van Aert ook in de tijdrit. Oh, damn man. Dit is echt ziek realistisch. Ganna werd wereldkampioen tijdrijden en Europees kampioen tijdrijden. Ja, wij werden de Europese kampioen op de weg. We werden ook Belgisch kampioen op de weg. De monumenten. Van der Poel wist ons eens af te troeven in Milan Sanremo. We wonnen Luik. Ook 2e in Lombardia. Ja, dat had evengoed 3 op 5 kunnen zijn in de monumenten. En dit zijn de andere klassiekers. Met San Sebastian voor ons. Gent-Wevelgem voor Van Aert. De Strade voor Van der Poel. En dan gaan we nog afsluiten met de Velodoor. Jawel, 2e jaar op rij is het Marie van Zevenhand geworden. Voor Pogacar dit jaar. En Mathieu van der Poel. Van der Poel won Milan Sanremo en Roubaix. Ja. Dat is stevig. Ook 2e in Luik. Dat is heel mooi. En vorig jaar was Godu 2e voor Van Aert. En wij dus wederom 1e. Pogacar op plek 2. Tourwinnaar. Maar oké, okay, wij wonnen wel de Giro. En Luik Bastenaken-Luik. Maar eigenlijk had misschien Pogacar wel op 1 moeten staan. Want hij was gewoon
ronduit de beste in die Tour de France. In ieder geval, dit was de pro-cyclist worden van Mari van Zevenand. Twee seizoenen hebben we erover gedaan. We hebben heel wat dingen verwezenlijkt, maar dit is echt wel the end of deze pro-cyclist mode, deze serie. In ieder geval, bedankt om te kijken jullie. Voor degenen die alle afleveringen over heel veel van gezien hebben, echt wel props. Heel erg bedankt daarvoor. En ik hoop jullie natuurlijk terug te zien voor de pro-cyclist mode op PCM 22. Vergeet zeker nog niet te stemmen op de polls op mijn community pagina van YouTube. En voor de rest wens ik jullie nog een heel leuke dag, fijn weekend toe of wanneer je ook naar deze video aan het kijken bent. Tot de volgende en bye bye.